Carolientje heeft een bootje en daarmee kan ze overal komen in de mooiste van haar dromen, Carolientje. 16 jaar geleden waren kleuterprogramma's nog heel braaf. Van Power Rangers had nog niemand gehoord. Carolientje en kapitein Snorbaard was zo'n onschuldig feuilleton. Dankzij haar onderwaterboot beleefde Carolientje de meest waanzinnige ontmoetingen. Toen ze Carolientje en kapitein Snorbaard zijn opgestart, zochten ze een jong meisje. Mijn vader speelde toen kapitein Snorbaard, dat was al zeker. En de opnames hadden meestal plaats in de schoolvakanties. Maar ook soms tijdens school. En ze hadden zo van, ja, als de mensen niet weten hoe dat gaat, gaan ze moeilijk hun kinderen toelating geven om school te verzuimen. Dus zei mijn vader van, ik heb daar thuis nog een kleintje rondlopen. En zo is het allemaal begonnen. Het boeiende aan Carolientje spelen was, ik kon mij echt uitleven. Allee. In die droomwereld, die fantasie, ook het ontdekken van wat er achter de schermen gebeurt. Hoezo een productie in zijn werk is en vooral zulke producties met trucages, wat toen toch wel 20 jaar geleden het in beginstadium zat. Oh, hoe mooi is het hier, fluisterde Carolientje. Soms zijn er mensen die mij tegenkomen en die zeggen van, ik ken jou van ergens. En dan zeg ik, ja, dat is goed mogelijk, maar ik heb die mensen nog nooit gezien. Dus ik vermoed dat het is van Carolientje, ik ben nog niet zo echt veranderd. Of misschien van Tic Tac, want dat is het aansluitend geweest naar Carolien. En dan om mijn profiel natuurlijk. Ik heb er wel een typische neus. Wat ik wel heel plezant vind, is ik heb zelf nu 2 kinderen. En als die peuter waren, dan keken die naar Tic Tac. En de eerste keer zo, allee zeg. Toen dat ik dat maakte, heb ik er nooit bij stilgestaan dat mijn eigen kinderen wel naar mezelf zouden kijken in Tic Tac. Door Carolientje en door Tic Tac mee te werken, heb ik echt de wereld achter de schermen leren kennen. En ik vond dat ontzettend boeiend. Waardoor dat ik dus ook nadien de studierichting heb gekozen, regieassistentie. En sinds 9 jaar werk ik nu op BRT als regieassistente.